What's up guys, welkom bij een nieuwe aflevering. Mijn naam is Joop, ook wel bekend als Crypto Joop, Macaroni with Cheese, Joop van de Clips. En vandaag heb ik weer een gloednieuwe filmpje over crypto. Vind jij informatie over crypto handig, informatief en wil jij op de hoogte blijven van alle informatie over crypto, hoe de koers erbij neerstaat en hoe je hierop kan anticiperen? Like, subscribe en zet er ook nog een belnotificatie aan, zodat je weet wanneer er nieuwe video's zijn. And with that being said, let's keep it banging. Vandaag voor de Bitcoin prijs zitten we op een prijs van $37,000. Zoals je ziet hebben we vanaf 19 mei een daling gehad. Nou, in mijn vorige video leg ik dus uit dat dit dus typisch een textbook kopie is. Ik heb zelf het idee dat we dus naar een lagere range gaan. Je ziet, het is veel volume voor een lagere range. We hebben de kritische all-time high van 40.000 zijn we al voorbij gegaan. We zitten nu zelfs onder de 5, we gaan nu richting de 35.000, zitten nu op 37.000. En tijdens die manipulatie van de markt zijn we op een dal, diepe dal geraakt van 30.000. In mijn vorige video heb ik dus uitgelegd wat de grote spelers aan het doen zijn. Ze hebben typisch dus een voorbeeld gehanteerd van de distribution van schematic van Wyckoff. Waarin gewoon op deze manier de markt wordt gemanipuleerd. En je hebt in elke fase heb je dus een momentum hoe ze inspelen op de emotie van de persoon. Met als doel ervoor te zorgen dat de weekends uiteindelijk hun bitcoin gaan verkopen en gewoon exiten. En dat houdt in dus gewoon vertrekken van de bitcoin landschap. Crypto landschap. En ik moet wel zeggen dat het hun zeker lukt. Dit is de manier hoe zij omgaan met crypto. Dit is de manier hoe zij ervoor zorgen dat de weekends retail gewoon uitstappen. Het is een keiharde wereld. Maar ik hoop door middel van deze video's jullie enige kennis te vergaren hier ook bij te dragen. Zodat jullie ook hierop kunnen anticiperen. Want ik doe daar zeker aan mee. Ik vind het zeer interessant om te weten hoe de grote spelers op de markt ingaan. Zodat ik hiervan kan profiteren. En hierin mee kan gaan. Dus check mijn live en check ook het videootje. Ik heb links eronder aangezet, zodat je jezelf hiervan wijs kan maken. Zodat je weet hoe je op de prijs kan inspelen. Wat ik verder nog wil zeggen is het volgende. Dit is van Asian Whales Fib Channel. Wat hier wordt uitgelegd is hoe de, dus wat ik net al aangaf, dat er gemanipuleerd wordt. En dan ga ik het even voorlezen. Chinese insiders dump Bitcoin in a coordinated manner in an attempt to liquidate a stakeholder as per the archived 4chan post. This post precisely predicted BTC price movement. There is a rumor that stakeholder was Tron Justin Sun and he was close to getting his 600,000 ETH liquidated. However, Justin Sun was able to pay off 200 million USD last minute and went on to purchase 4,145 BTC at the price of 36.868. Ja, dus wat ik al zei, deze manipulatie was gewoon gepland. Zij wilden dus ervoor zorgen dat er een grote speler genaamd Tron Justin Sun van de Tron netwerk, van de Tron coin, gewoon weggespeeld werd. En dat is ze niet gelukt. Hij heeft te weten zijn liquiditeitprijs aan te vullen, zijn margin, waardoor hij gewoon nog steeds in de game was. Uiteindelijk heeft hij dus BTC weten te kopen voor een prijs van 36.000. Het volgende nieuws wat ik je wil meenemen is de China FUD wat wordt doorgespeeld. En daar ga ik ook een stukje lezen. BTC crashed about 30% within 4 hours since it was shared a rumor. According to our sources in China, the ban on mining is only restricted to mining operation run by coal-fired thermal electric power. A limited ban, but not a complete ban, and this has always been the case, not news. Mining operation based on hydraulic and electric power plant is not banned. There's a good chance this is just another FUD. Wat ik al zei, grote spelers gebruiken deze boodschap dus om extra FUD te creëren in de markt, zodat de weekends gaan paniekcellen. Nou, het is zeker gelukt. Ze dumpen ook op de markt met de bitcoin die ze hebben. En je ziet wat dat heeft geresulteerd in de prijs. Het is niet normaal hoe die gedaald is. En ja, het ziet er gewoon precies identiek uit op deze. Dus ja,
Zorg gewoon voor dat je er gewoon weet hoe je hierop moet anticiperen, weet je. En ja, onthoud dat er gewoon hele grote rovers op de kust zijn en grote spelers. Die zitten niet te wachten dat de wealth wordt verdeeld onder de middenklasse en de arme klasse, weet je. Die willen gewoon hoog aan de ladder zitten, hoog en droog. En die zitten helemaal niet te wachten dat Piet, Kees en Annemiek en Mohammed en Ali ook nu dezelfde geld kunnen genereren. Er moet gewoon een groot verschil zijn tussen rijk en arm en structuur. Dat ze al jaren doen. En dat is gewoon hoe de maatschappij leeft. Dat is hoe de wereld draait. En je kan het accepteren of niet accepteren. Maar ik ben meer iemand die kijkt naar de feiten. En hoe het ons wordt voorgeschoteld. Maar ja, dat is weer een heel ander onderwerp. Dan ga ik naar het laatste onderdeel. Even kijken. Ja. Nou, wat je dus ziet hier is Total Transfer Volume OTC Desk Wallet. Dus dat houdt in op de 7-day moving average dat het dus over de desk, over de desk is dat, desk wallet wordt het dus BTC verkocht. En je ziet dat die dus in volumes is gestegen en precies op de momentum wanneer deze nieuws wordt aangekondigd. Zo zie je dat er dus gewoon spelletjes worden gespeeld. Dat is niks anders dan in de aandelenbeurs, op de aandelenmarkt. Waarin JP Morgan al jarenlang op zilver zit te shorten. En wat we dus de afgelopen maand hebben gezien, of twee maanden hebben gezien, is dat wij als de gemiddelde man, de average Joe, onze handen bij elkaar hebben gezet. En wij zijn dus recht tegenover JP Morgan gaan staan. En in plaats van dat hij de markt manipuleert door te shorten, hebben wij hem opgekocht waar hij dus niet op voorbereid was. En wij hem hebben zijn posities hebben laten liquideren. Dat is een mooie movement is dat geweest. Dat heeft ook geresulteerd in dat wij het volk dus meer te zeggen hebben dan de grote spelers die bovenaan de top zitten. Ik vond dat persoonlijk vond ik een hele rebelle actie. Echt leuk om van dichtbij mee te maken. In een aantal andere video's heb ik het dus ook over in hoe al jaren hierop wordt ingespeeld. Bij Orion bijvoorbeeld. Waarin de grote spelers dus gewoon hoog verkopen en dumpen op de markt. Zodat wij uit paniek sellen en zij kopen goedkoop in. Is niks anders dan textbook game wat al jaren wordt gespeeld. En een referentie naar Wyckoff. Weet je, is gewoon heel mooi om te zien hoe dit gewoon in fruition is. We zitten nu op fase E. Dat houdt in dat de kans is dat we hier lager zullen gaan. En let op, ik zeg kans, want echt weten we het allemaal niet. We hebben geen glazen bol. Maar het is wel goed om dit in acht te nemen. En ik zit op de daily, als we naar de 4-hour gaan, zie je inderdaad dat het vanaf de momentum van, even kijken, op 19 mei, deze week dus, hebben we een kleine stijging gemaakt naar 41.000, maar hij heeft hem niet verder getrokken. En dan zie je dat we hier nu in deze range zitten we nu te chillen. En daar gaat Bitcoin dus een momentum pakken en wie weet... is het kans dat we weer omhoog gaan en sowieso weer naar beneden. En het is altijd afwachten hoe dat precies zit. En met nu door heel veel FUD die is verspreid in de wereld, kunnen we dat niet garanderen hoe dat eruit ziet. Maar ja, ik zou zeggen wacht even af en check ook naar de markt wat er speelt. Er is genoeg aankopen op dit moment te doen. De markt ziet er ook gewoon goed uit. Dus zodoende. Oké. Dan ga ik naar mijn volgende onderwerp. Wat we in acht moeten nemen is dat de laatste jaren, of beter gezegd, de grote overheden, de staten, de grote spelers hebben altijd een voordeel hebben gehad om controle te hebben over de financiële wereld. En wat ze nu aan het doen zijn, ze willen kijken in hoeverre het mogelijk is om de centrale bank digitale currencies te laten verstrijken. Wat eigenlijk gebeurd is dat ze dus de controle die zij al jaren in handen hebben dus nu op een digitale manier gaan overzetten door ervoor te zorgen dat de centrale banken dus ook een digitale currency gaan lanceren. Dus in feite worden dat gewoon lokale overheidmunten die nu op een digitale snelweg gaan opereren. Is niks anders dan de huidige dollar, de euro en de gulden. Dus je ziet dat ze dus allerlei methodes gaan verzinnen om ervoor te zorgen dat ze dus nog steeds een vinger in de pap kunnen hebben en controle kunnen uitoefenen. Nou, dit is dus een grafiek over de CBD currency status. De oranje landen, dat zijn landen die de pijlen doen. De rode landen, die worden gecanceld. En Nederland, hier zo,
is research, die doet research. Dit is een goede indicatie om te zien wat er nou allemaal speelt achter de gordijnen. En zeer informatief. Een goed website om naar te kijken. CBD tracker, ik zal hem ook in de omschrijving zetten. En dan neem ik je mee naar twee artikelen. US Fed aims to publish discussion paper on the CBD this summer. Changing the payment landscape by using emerging technology. Wat ik al zei, ze zien dat ze met de hand in het haar zitten. Weet je, er is een nieuw sheriff in town. Landen doen hun deuren dicht. Turkije bijvoorbeeld. Iran wordt er goedkoop bitcoin gemijnd. China doet zogenaamd de deuren dicht, terwijl dat al de broeiplek is van heel veel miners die er zijn. Er zijn ook miners die geïnstalleerd zijn op een pool die vanuit China bewerkstelligd wordt. Maar wil niet zeggen dat die miners ook daar in China worden plaatsgevonden. Dus waar het er nu voor lijkt is dat heel veel miners dus geïnstalleerd zijn in China. Maar ook via pools gelinkt worden aan de Chinese miners, waardoor het kan zijn dat de meeste miners daar vandaan komen. Maar echt weten, weet ik het niet. Maar ik kan me wel laten vertellen dat als je je aanmeldt bij een bepaalde pool, kan het zo zijn dat het gelinkt is aan de grootste deel dat in China is. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Maar goed, dan gaan we weer verder. Banking body has been monitoring the advances in tech. Dus deze meneer, Chairman Jerome Powell, die heeft dus aangegeven dat het zeer belangrijk is om te kijken wat er in de payment ecosysteem gebeurt. En ga ik een stukje voorlezen. As the central bank of the United States, the Federal Reserve is charged with the promoting monetary and financial stability and the safety and efficiency of the payment system. In pursuit of these core functions, we have been carefully monitoring and adapting to the technological and innovations now transferring the world of payment, finance and banking. The Fed acknowledged that new technology provides opportunities for central banks per the Central Bank Digital Currency, CBDC. The Federal Reserve has comments research on exploring the upside of developing and issuing CBDC. Ze zijn dus zeker bezig. We think it is important that any potential CBDC could serve as a complement to and not a replacement of cash and current private sector digital form of the dollar, such as deposits at commercial banks. The US Federal Reserve said the authority would publish the discussion paper this summer of the advance. In de zomer gaan ze dus kijken, gaan ze een document uitbrengen en hoe ze hier de vinger op de pols willen hebben om te kijken hoe ze gaan opereren hierover. The US Powell noted that the paper would seek to explore the implications of the fast evolving technology for digital payments with a particular objective focus on the possibility of issuing a US central bank digital currency. Ze willen dus gaan kijken in hoeverre het mogelijk is om een digitale currency uit te strijken namens de bank. Dus dan zie je dat het staat pal tegenover waar Bitcoin voor staat, een gedecentraliseerde betalingssysteem. En zij gaan dus kijken in hoeverre zij dit weer kunnen realiseren om de controle weer in hun handen te hebben. Daarnaast, the US may be lagging behind China, entering its advanced retail testing phases for its digital yuan CBDC project. However, the North African giant is committed to getting the foundation of the digital dollar right, seeking further dominance as the world's major reserve currency. Ja, wat we al weten is dat China al jarenlang voorloopt. Als je kijkt op economie, als je kijkt op ontwikkeling en technologie, loopt China al jarenlang voor. Ik ben een heilige voorstander van hoe China opereert. Ik ben het niet eens met waar zij voor staan en de mensenrechten die zij schenden. Maar ik schrijn niet om naar de grootste jongen in de klas te kijken hoe hij 9's en 10's haalt. Ik ben niet zo ingesteld. Ik vind het zeer informatief. En Amerika weet gewoon dat ze gewoon achteraan in de klas zitten. Niet de beste cijfers halen voor een diploma. En je ziet dat China al zeker bezig is met een Digital Yuan project van de CBDC om te kijken hoe ze dus hun local munt kunnen digitaliseren. En dan neem ik je mee naar een andere artikel. Deze komt van de Bank of England. Bank of England Deputy Governor. The state will need to issue public digital money that can meet the needs of modern day life. Het is een artikel van 18 mei 2021. En dan ga ik een stukje voorlezen. The Bank of England, like many other central banks, is researching the potential for a CBDC and what it may mean to fiat currency, monetary policy, and how it may impact the banking system.
noting that the majority of the money used in the UK today is not physical currency, but digital transactions reflecting payment based on the bank deposits. Ik zeg het mensen, er is veel aan de hand achter de gordijnen, jongen. Al die corona shit is allemaal gelogen. Geloof me nou. Er is veel gebeurd. Er is veel aan de hand. Ik ga verder. It looks like probable in the UK that if we want to retain public money capable of general use and available to citizens, the state will need to issue public digital money that can meet the needs of modern day life. Ja, de staat zal dus digitale money moeten gaan realiseren om de modern life te kunnen voorzien hiervan. Dat betekent dat ze gewoon controle willen hebben. Daar komt het gewoon op neer. Of course, part of the interest in the CBDC is derived by the emergence of private forms of currency or cryptocurrency, along with the stable coins crypto tied to an asset like the pound sterling or US dollar. Dan ga ik verder lezen. Obviously, the bank will not rush to mine the pound crypto, as potential risk must be evaluated by allowing private firms to do what the central bank should be doing and leave the loss of the monetary control. Je ziet het, control. Laatste stukje. The Bank of England is expected to soon publish a discussion paper on some of the public policy issues generated by the new form of digital money. Ja jongens, je ziet dat de banken zijn bezig om te kijken in hoeverre zij dus hun vinger in de pap kunnen hebben. En zij natuurlijk de controle bij zich kunnen houden wat ze al jaren hebben. Big corporate is daarbij aanwezig. Big data is daarbij aanwezig. Dus big tech. De big six ook wel genoemd. Dus ik hoop dat ik door middel van deze video jullie hebben uit kunnen leggen in hoe het spelletje wordt gespeeld. Je ziet het waar we nu zijn. Bind me die niet aan vast waar de Bitcoin-prijs naartoe kunnen gaan. Maar wat we in de afgelopen periode hebben gezien is dat er wel degelijk gemanipuleerd wordt op een hele vieze manier. En daarom refereer ik heel erg naar deze afbeelding van Wyckoff. Het is een duidelijke kopie. En ik hoop dat jullie dus hiermee meer van hebben geleerd. Nou, volg me op mijn social media. @Joop van de Clips. Macaroni with the Cheese op Instagram. Ik tweet regelmatig dingen. Wat ik hier ook aangeef. Hey guys, breaking 24,000 was messed up and has proven to be a resistance level for now. Although 30 to 28,000 are still valid support levels and we're still somehow in the bullish range. Nou, hier deel ik nog even de boodschap. Dat ze dus bezig waren om de markt te manipuleren op een bepaalde manier. Er was natuurlijk een insider vanuit China. En die gaf al aan van dat ze dus al bezig waren met de dip van 19 mei. Om ervoor te zorgen dat retail gewoon eruit ging. It all depends on how many other firms are liquidated in the process. This is going to be a big and fast 35k limit order if you want to be safe. But you can probably go as low as 31,000. Ja, je ziet het. I'm an insider. You seek. I don't have much time. Everything is going according plan. Zolang je op deze manier de markt benadert en weet wat er dus speelt, weet dat wij niet de enige mensen zijn in deze markt. Het is een triljoen business. En ja, het is een echte serieuze asset class. We gaan richting goud. Zilver hebben we al ingehaald op 2 triljoen. En ja, ik zit hier in voor de long run. Ik heb het superveel naar mijn zin en ik hoop mijn kennis met jullie te delen. Daarom heb ik ook een Discord groep. In mijn Discord groep zet ik een x aantal mensen bij elkaar. We zitten nu op pak een beet 72 mensen. En ik hoop naar 100 mensen te gaan. In de omschrijving is er een link waar je kunt aanmelden. Hij is gratis. En ik wilde nog 25 mensen ingooien om van elkaar te leren. Waar ik regelmatig dingen deel. We hebben het over ETF's. Ik heb een project heb ik gedeeld met de meeste mensen als cadeau. Technische analyses die ik doe. En ik zorg ervoor dat gewoon de juiste informatie hier wordt toebedeeld. With that being said, ik hoop dat jullie wat aan deze video hadden. Mijn naam is Joop van de Clips, a.k.a. Macaroni with the Cheese, a.k.a. Crypto Joop. Vond je dit een goede video? Like, subscribe, drop een like. En dan zie ik jullie tot de volgende video. En voordat ik ga, wil ik nog even een kleine boodschap doen. Je komt nog steeds in aanmerking voor een Nano Ledger. Deze deel ik onder de followers, de mensen die mijn kanaal supporten. Het is een hardware wallet waar je je crypto op kan bewaren. En die is de waarde van €59. Nou, support je mijn kanaal. Zie ik veel engagement op mijn Twitter, Instagram. En zie ik dat je mij gewoon support. Dan kom jij in aanmerking voor een Ledger Nano S de waarde van €59. And with that being said, see you in the next video.
Bang, bang.